Zonder Brexit-akkoord bestaat het risico dat Hoek van Holland en het Westland vollopen met vrachtwagens die in de file komen voor de douane voordat ze de veerboot op kunnen. Een douane die er nu niet is, waardoor het verkeer nu nog soepel doorrijdt. Langs de route naar de ferry ligt de Oranjeheuvel, een lap landbouwgrond waarin opdracht van Rijkswaterstaat nu een parkeerterrein wordt aangelegd. Inwoners van Hoek van Holland trokken een paar maanden geleden aan de bel over de dreigende verkeerschaos bij een harde Brexit. En zij zijn blij dat er naar ze geluisterd is. De wethouder heeft ons echt serieus genomen en op sleeptouw genomen met de plannen. En meer in het bijzonder het plan vanuit de gebiedscommissie, dus uit de bevolking van Hoek van Holland, om een bufferlocatie te creëren. Dat is integraal overgenomen. Voor als er toch echt grote drukte ontstaat op de wegen, is er zelfs een verkeersplan ontworpen. Op rijkswegen komen borden te staan in drie talen waarin duidelijk wordt dat er niet naar Hoek van Holland kan worden gereden met vrachtwagens. En die worden daar dan ook opgehouden. Mocht er toch nog een Brexit-deal komen, dan zijn die parkeerterreinen wel weer overbodig. Dat is altijd zo. Als iets niet doorgaat of niet gebeurt, dan zegt iedereen, hebben ze het hoogste woord, van zie je, dat had helemaal niet gehoeven. Nou, wij zijn van de toch maar anticiperen en zorgen dat het geen probleem wordt. Ja, en als het allemaal goed loopt, feliciteren we elkaar. En ontmantelen we keurig netjes die parkeerplaats. Vanaf morgen stemt het Britse Lagerhuis 3 dagen lang over deal, no deal of uitstel.